Ik ben Els Dazen en ik heb 17 jaar management- en directieervaring in internationale bedrijven zoals Procter Gamble, Rekiet Bank, Kiezer, Yves Rocher en Neuhaus, de echte Belgische Praline. En sinds anderhalf jaar heb ik mijn eigen bedrijf waarmee ik organisaties begeleid naar klantgerichtheid, naar customer excellence. Ik heb aan de lijve ondervonden dat uh, je ja, als bedrijf niet echt klantgericht kan worden of naar een hoger niveau van klantgerichtheid kan gaan. als je alleen maar werkt met de mensen die in fysiek contact komen. Je moet ook echt met iedereen, met alle afdelingen werken en zorgen dat iedereen klant denkt en klant handelt. En eigenlijk beschrijft mijn boek de verschillende stappen die een organisatie doormaakt als ze klantgerichter willen worden. Bijvoorbeeld het Belgische postbedrijf Bpost. Die hebben in 2011 een Customer Excellence traject opgestart. Hebben daar een heel grote interne campagne over gedaan naar alle medewerkers, zowel postmannen als HR als finance. Iedereen moest klantgerichter gaan werken. Dat staat ook beschreven in mijn boek. Maar om zo'n project te doen, moesten ze al de stappen van het boek ook doorlopen. Zijn. Ga je, wie is je klant? Hoe meet je je klant? Welke objectieven geef je aan je medewerkers? Hoe motiveer je iedereen vanuit alle afdelingen om daar Mee te werken. En zij hebben het doorlopen, maar het boek beschrijft ook al die stappen die je zeker niet mag vergeten om te doen. Dus het boek op zich geeft natuurlijk niet. Alle oplossingen uh, om klantgericht te worden, want je moet het zelf gaan doen. Maar het boek biedt heel veel vragen om over na te denken en heel veel voorbeelden. En het beste compliment dat ik gehad heb was van een CEO van een verzekeringsmaatschappij, die zei van: dit is een boek niet voor in mijn boekenkast, maar echt op de hoek van mijn bureau, omdat iedereen zou zien dat we met de klant bezig zijn en dat ik elke week eens een quote of een idee kan gaan bekijken en zien hoe dat we die tool kunnen gebruiken in ons bedrijf. En daar dient het boek voor.